Ja, daar is hij weer. Hallo mensen, daar zijn we weer. Jan de Boerie. Was je even naar beneden? Was je even naar de kelder? Hallo en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van FC Buitenland. De Franse competitie. Dan maar meteen over Memphis, toch? Ja, ik denk het moment van het weekend. Misschien wel voor ons wel van überhaupt, hè? Het hele buitenlandse voetbal. Ja, zo'n wereldgoal. Ja, hij kreeg de bal op de middenlijn. Hij draaide eerst nog weg bij een man en hij zag dat de keeper te ver voor zijn doel stond. 46 meter. Ik vind het fijn altijd om te zien dat spelers om zich heen kijken, want hij had dit al lang en breed gezien. En ja, het nog even warm maken, dat is nog even wat moeilijker. Ja, het geeft aan dat hij lekker in zijn vel zit, hè. Maar dat geldt eigenlijk voor heel Lyon. Ik denk dat we van de week allemaal erg genoten hebben tegen AS Roma, van hoe ze gespeeld hebben. Ja. Toch? Ja, de manier van juichen van Lacazette vond ik erg mooi. Ja, ja, maar ja. De hele wedstrijd was natuurlijk van fantastisch hoog niveau. En nu buiten Memphis was natuurlijk die van Cornet vond ik ook prachtig. Ja, maar ze maken heel veel mooie goals. Dat hebben we dat van de week gezien tegen Roma. En het is een beetje lullig voor AZ, maar sinds die wedstrijd zijn ze los. Ja, want vertrouwen getankt in Alkmaar. Ja, ze hebben in de afgelopen 7 wedstrijden hebben ze er 6, 4 of meer goals gemaakt. Hè? Ja. Nou, dat vind ik wel behoorlijk. En van die 29 goals die ze daarin maakten, 14 verschillende doelpunten te maken. Dus dat zegt ook wel wat. Ja. Ja, iedereen is in bloedvorm. Lacazette inderdaad, Tolisso, die kreeg allemaal rust trouwens. Hè, met het oog op de return van komende donderdag tegen Roma. Maar het is leuk om naar te kijken. En als ze het dan achterin dicht houden, want dat moeten we niet vergeten. Bij 0-0 raakte Toulouse zowel paal als lat. Ja. Dus openingsfase was... Precies, kan was het ook heel anders lopen, ja. Maar... voorin hebben ze de wind zeker mee. Ja, die van Depay zal de mooiste blijven, maar wat ik wel een fantastische poging was die van Fekir die voorlangs ging. Ja. Even met buitenkantje voet uit de draai. Ja, maar die liet natuurlijk van de week met die 3-2 tegen Roma zien hoe goed hij kan voetballen, ook in de kleine ruimte. Ja. Hoe die 3 man bezig hield en binnen verre hoeken legde. Ja, maar het is leuk om te zien, Lyon. Zou het leuk vinden als ook gewoon, hè, zodra het negatief is bij Memphis, dan staan we er allemaal vol met artikelen en meninkjes. En ga nu maar een beetje op hem letten, want hij is los. Paris Saint-Germain. Het enige wat ik daarvan mee heb gekregen is dat de wissel eigenlijk niet zo heel veel zin had om in te vallen. En daar, ik denk, wat was het, een minuut of 8? 8,5 minuut, ja. Serge Aurier, bij stand van 1-2 voor Paris Saint-Germain, speelde uit bij Lorient. Toen wilde Emery dat hij Meunier ging vervangen. En om een of andere, hij had nog niks aan, weet je wel. Hij ging echt... En naast hem zat Gonzalo Guedes. Die zat echt naar hem te kijken van, wat ben je allemaal aan het doen, man? Ja. En Emery sprak hem nog even toe, want hij wilde hem dus in de 73e minuut, riep hij hem erbij van, kom er maar in. Uiteindelijk werd het minuut 81. Dus dat was echt verschrikkelijk. Hij heette ook op Instagram, heet hij The Crazy Kid. Nou, daar heeft deze naam allemaal eer aan. Dat is hij heeft wel een behoorlijke reputatie. Nou ja, precies. En dan met het resultaat van de week, dat we het niet te lang over gaan hebben, in acht nemen. Er is al wat tension in de groep en dan ga jij nog eens even zo laks doen. Ja. Je moet wel lef hebben. Ja. Dat resultaat genoemd hebben, daar waren ze in Marseille heel blij mee. Hè? Getuigen de spandoekjes. Ja, daar kunnen ze wel. De classic van MAD erbij. Ja, ze zijn in Marseille heel trots. Want Marseille is tot op heden de enige ploeg die de Europa Cup 1 of de Champions League, hoe je het noemen wil, gewonnen heeft. Hebben ze die niet, 1993. Niet moeten inleveren? Nee, die niet. Nee? Nee. Okay. Dat lag anders. Dat was in de competitie. Maar omkoping en dergelijke. Mm-hmm. Maar dus het leedvermaak was gigantisch in Marseille. Waar dan vanuit Parijs weer op gereageerd werd van, ja, wie de fuck zijn jullie dan? Ik wou net zeggen, vrij recent is Parijs daar nog langs geweest. Precies. Dus, maar wel een swing op Marseille. 3-0. Ja, kijk, het duurde even. Maar Rudy Garcia, je hebt wel gezien dat er progressie in zit. En het is... Het is nog vrij instabiel, zullen we maar zeggen. Maar er zijn wel een aantal spelers, inderdaad, ja, zeker de Achterhoede. Maar voorin zijn er een aantal spelers die wel aantoonbaar iets toevoegen aan Marseille. En dat, natuurlijk met Payet als bekendste naam daarin. Die van de week ook weer fantastische balletjes liep te strooien met buitenkant rechts. Maar wat ik bijvoorbeeld heel leuk vind, hij scoorde van de week ook weer 2 keer. Florian Thauvin ging van Marseille naar Newcastle 1,5 jaar geleden. Daar eigenlijk geflopt. Nu op huurbasis terug en onder de oude trainer was het ook nog niet je van het, maar onder Garcia gaat het helemaal lekker. En hij heeft een abonnement op mooie goals, maakt eigenlijk alleen maar mooie goals. Ja, hij moet van de zomer terug naar Newcastle, maar ik denk eigenlijk dat niemand daarop zit te wachten. Hij niet, Marseille niet en Newcastle niet. Dus misschien dat daar wat te regelen valt. Ik denk de man die het zagrijnigst was, moet Moutinho geweest zijn, want die had eigenlijk... Die had de goal, die van, had de goal van het weekend. Ja, hij trapte hem eigenlijk zoals hij zijn corner straft. Ja, dat is niet normaal. Schitterende goal. Bal. Maar Monaco won. 2-1 van Bordeaux. Ja, blijven dus koploper. En een ploeg die af gaat haken in de titelstrijd nu definitief. Lijkt toch wel OGC Nice te zijn. Speelde met 2-2 gelijk tegen Caen. Maar het belangrijkste was eigenlijk dat ze Willem Cyprien, die viel geblesseerd uit, zware kieblessure,
Eerder zijn ze al Plea met eenzelfde blessure kwijtgeraakt. En dat is toch gewoon een derde van hun hele doelpunten totaal. Ja. Ja, dat gaat ze toch opbreken in de eindfase. En is Monaco zo aanvallend dat Subasic maar af en toe gewoon gekkigheid gaat creëren om ook op beeld te komen? Ja, die ging even de mist in, ja, bij die 2-1. Maar misschien dat hij met zijn hoofd al bij komende woensdag zat. Want dat wordt natuurlijk wel een fantastische pot. Daar kijken we naar uit. Mees is benieuwd wie Bernardo Silva gaat oppikken bij Monaco. Welke Europese topclub? Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar, want hij speelt geweldig, hè? En op alle niveaus in de Champions League en de competitie is wekelijks de uitblinker. Of een van de uitblinkers bij Monaco, moet ik zeggen. Ja, hij speelt daar een beetje hangend vanaf rechts, hè? Met zijn linkerbeen. Ik zou hem wel bij Atletico Madrid willen zien. Die spelen in een vergelijkbaar systeem. Wel misschien nog waar iets meer discipline wordt gevraagd dan bij Monaco. Maar ik zou hem wel onder Simeone willen. Dus ik denk dat ook een mooie vervolgstap is. Ja. Want om nou direct een basisplaats te geven bij... of tenminste, kijk, bij een grotere club gaat hij niet alles spelen, snap je? Nee. En dat zou ik jammer vinden, want elke keer dat je hem ziet spelen is de genot. Dus ja, Atletico lijkt me tof. Ja, ikzelf, maar ja, die hebben de competitie al uitgespeeld. Maar ik denk, weet je, bij Barça en Real krijg je inderdaad dat verhaal van niet rechtstreeks in de basis. Ja. Bij Bayern München wordt het altijd wat beter gebracht. Met de Robbers en de Ribéry's die wat ouder worden. Maar ja, echt leuk voor de Bundesliga zal het niet zijn. Een hartelijk welkom bij episode 2 alweer van de Goat van de Week. De rubriek waarin uw FCB-redactie iedere week een antwoord poogt te vinden op de prangende vraag. Wie was deze week de grootste, de beste, de coolste, de meest opvallende, de boos, de nuts, de shiznit, de Kees Kwakman onder de voetbalanalisten, oftewel, wie was nou eigenlijk de Goat van de Week? Oh, wow. Kandidaat nummer 1 is Marcel Desailly, die met zijn aanstekende Instagram-lach iedereen een beetje opvrolijkt. En dat kunnen we best gebruiken in deze barre tijden. En al helemaal in La France. Voor kandidaat nummer 2 verplaatsen we ons naar de mooiste ondergelopen rots in de Noordzee. De bloem van de Britannica, oftewel Schotland. Hier werd dit weekend Celtic Rangers gespeeld en kregen we bij een goal van de uitploeg een kijkje in de prachtige schoonheid van het Schotse voetbal. Is het geen beauty? Damn Scots! They ruined Scotland! Maar de winnaar van deze week komt uit Duitsland bij die eerste FC Köln. Dankzij vaste kijker Ed Voetbalgeneuzel werden we gewezen op het heugelijke feit dat mascotte en geit Hennis dit weekend zijn 10e verjaardag vierden. En wij van GVDW zouden natuurlijk geen knip voor onze neus waard zijn als we deze goat niet terstond zouden uitroepen tot goat van de week. Goat Hennis, namens FC Buitenland, gratulieren! Er zijn te veel dieren. Zie jij nou ook iets of iemand waarvan je zegt, dat is een goat, laat het ons weten. Was erlaub ik, stroes. Dit was Goat van de Week, tot volgende week. Ja, vooraf de wedstrijd van het weekend, in ieder geval sportief gezien in Italië, was Juventus-Milan. Op een vrijdagavond. Ja, ja, met het oog op de Champions League uiteraard. Maar daar werd achteraf ook het meest over meegebracht. Over doorgepraat, moet ik zeggen. Ja, ja, het zal niet, hè. Want de wedstrijd wordt natuurlijk beslist met een penalty in het voordeel van Juventus in 94,5 minuut. En de blessuretijd die aangegeven was 94. Daarnaast, ja... Vond je het een penalty? Ik vind het zo moeilijk, het is wel hint. Ja, ik vond het wel een penalty. En kijk, je zegt die 94,5 minuut, dat is wel zo. Er was 4 minuten bijgeteld. Maar bijvoorbeeld in die blessuretijd kreeg ook Sosa nog rood, weet je. Het lag het spel over een tijdje. Ja, natuurlijk. Nee, dat was niet gelijk van het veld af. De feitelijke mensen zullen zeggen 4 minuten is minimaal 4 minuten. Maar aan de andere kant weten we ook donders goed dat bijna elke wedstrijd wordt afgefloten op die 94e minuut. Ja, en bij Juventus misschien is het niet. Is het niet even daarvoor. Dus ik vond het vooral jammer, maar ik denk niet dat het... Het is natuurlijk een hele smerige bijsmaak voor de Milan-fans. Aan de andere kant is Juventus de hele wedstrijd beter. En een penalty nemen, dat doe je wel zoals Dybala dat doet, hè? Zo, daar was geen twijfel over. En ja, heel leuk Deulofeu, vind ik. Nu weer een assist op Bakka, die hem overigens ook heel snel met zijn voeten afmaakte. Stond die geen buitenspel? Net niet, denk ik. Net niet. Maar al met al een eerlijk eindresultaat. Maar Deulofeu, sinds dat hij daar is, opvallend met snelheid en helemaal losgekomen. Dat vind ik wel leuk om te zien. En ik kreeg het door in de Gazette dello Sport, vertelde Sander Jonkman stond vanochtend dat een van de Milan-spelers op de titels van de Calciopoli-jaren dief in het Italiaans heeft... Ze zouden de kleedkamer verbouwd hebben na de wedstrijd. En dat mag ik graag zien. Dat is wel gisteren weer een mooi staartje. Alles is weer niet heel goed voor de banden tussen Juve en Milan.
Ja, maar ja, uiteindelijk gaat het, denk ik, dit wedstrijd, dit is, was misschien, maar ja, wat Inter doet, dat is tussen de 15e en de 35e minuut was voor mij voetbalperfectie. 7-1 tegen Atalanta. Het Atalanta wat vorige week, twee weken geleden bij Napoli uit gewoon even wint en een heel leuk seizoen. Ik wou net zeggen, ze spelen een heel leuk seizoen, maar in San Siro even niet. Ik vond het wel tof dat de supporters wel een soort realiteitszin hebben van... Want die onthaalden de spelers groots met terugkomst in Bergamo. Voor mij het feit wat voetbalsupporters meestal het snelst vergeten... dat je twee weken geleden nog goed voetbalde en daarna ineens ben je voor rotte vis uitgemaakt. Maar deze jongens weten hoe het moet bij Atalanta, want dat is wel natuurlijk... Het was wel een behoorlijk pak slaag. Als wij het over Inter hebben, gaat het natuurlijk uiteraard ook over Willem Haak. En Willem Haak wilde een heleboel weten. Ik tel je even mee... Komt de vorm van Inter op het goede moment of is het eigenlijk te laat? Ja, hadden ze misschien Frank de Boer eruit moeten gooien. Dat is heel lullig om niet te zeggen. Maar Pioli heeft het helemaal op de rit. En ja, als ze dat eerder hadden... Want hij is er in november is hij gekomen, hè? Begin november. Hij heeft wel een stuk meer indruk gemaakt op mij dan ik had verwacht, zeg maar, als tussenpauze. Want ik denk wel dat Pioli, zoals het voetbal ook, die blijft wel even zitten nog. Ja, zou goed zijn. Is Roberto Gagliardini de beste aankoop van Inter in de afgelopen 3 jaar? Wat vind jij? Nou ja, als ik... is Icardi al 3 seizoenen? Ja, dat is dus inderdaad. Dat is deze zomer 4 jaar geleden. Want Ik ben ook terug gaan rekenen, want ik dacht ook gelijk van Icardi. Maar als je ziet wat voor karren veracht aan bullshit ze hebben gehaald de afgelopen 3 jaar... Ja, dat is dan is Gagliardini absoluut de beste, ja. Ja, 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 en zeker ook in potentie. Want als je ziet hoe Banega de laatste weken in zijn vorm eindelijk begint te raken... Ja. Is dat ook een hele sterke. En ik denk dat het tussen die twee gaat. Nou, het knappe vind ik vooral dat Gagliardini echt vanaf minuut 1 dat hij binnenkwam bij Inter... Heeft hij zich, is hij meegegaan in dat niveau, snap je? Normaal, als een jongen van Atalanta gaat naar Inter, toch hele andere druk. Even. Toch niet het makkelijkste Inter op dat moment dat hij kwam, weet je. En hij voetbalt goed mee en is bepalend. Dus tot slot. Dat wel respect voor. Ja, bij Italiaanse derbies wordt er al gauw gesproken over die van Milaan en over die van Rome. Maar eentje die misschien wel net zo leuk is... Is die van Genoa, hè? Ik waag me niet aan de uitspraak, daar ben jij voor. Maar Sampdoria tegen Genoa, ja, inderdaad. En iemand die er natuurlijk alles van weet, is onze vriend van de show. En bovenal groot Sampdoria-supporter, misschien wel de grootste aller tijden. Die ik ken sowieso. Ja, Jurriaan van Wessem. Vandaag iets vertellen over de Derby della Lanterna, oftewel de vuurtoren derby, die van de stad Genoa. Ja, dat is natuurlijk heel verleidelijk voor me. Ik heb zaterdag voor het eerst in mijn leven meegemaakt dat Sampdoria beide derbies in 1 seizoen in de Serie A heeft gewonnen. Dat was sinds 1960 niet meer gebeurd. En eigenlijk heeft met deze victorie Sampdoria de heerschappij in de stad weer teruggekregen. En zijn de verhoudingen van de afgelopen decennia hersteld. Over deze derby zijn boeken volgeschreven. Dus om dat nou even in 2 minuten samen te vatten, lijkt me erg moeilijk. Maar een beetje uitleggen hoe de situatie is. Als je supporter van Sampdoria bent, zoals ik, of van Genoa, dan krijg je er automatisch een tegenstander bij. In de Italiaanse havenstad is de rivaliteit enorm. En is de derby een wezenlijk onderdeel van het dagelijks leven. De fans van beide clubs leven door elkaar heen. Bij de bakker, bij de slager, bij de benzinepomp... Overal kom je mensen tegen die willen weten voor wie je bent. En je hoort ook rekening te houden met de voorkeur van die mensen. Dus vandaag geen grappen bij de bakker, geen grappen bij de slager, want die zijn voor Genoa. De rivaliteit heeft vooral iets ludieks en de sfeer is doorgaans niet vijandig. Misschien is het belangrijkste begrip bij de derby van Genoa lo sfotto, oftewel het elkaar in de maling nemen. En dat kan fantastisch gaan toen in de... 1984 Genoa degradeerde, zorgde de aanhang van Sampdoria voor een massale begrafenisstoet door de binnenstad. Jan Peters, die toen speler van Genoa was, vertelde me later er lachend over. De revanche zou in 2011 volgen toen Genoa, na een gewonnen derby, Sampdoria uit de Serie A knikkerde. En voor het eerst in 30 jaar weer een divisie hoger zou spelen. De Genoani gingen massaal de straat op met een grote kist. En daarop stond, dag meisje, je tijd is voorbij. We hopen je nooit meer terug te zien. Ik kon er echt wel om lachen, maar natuurlijk was de woede om de degradatie groter. De permanente derby bestaat niet alleen uit onderlinge wedstrijden, maar ook uit de dagelijkse rivaliteit. Als je in Genua en langs de Ligurische kust goed kijkt, zie je overal uitingen van dit duel. Beide clubs strijden om weinig anders dan om de plaatselijke hegemonie. Genoa is de oudste club van Italië en heeft dus de oudste rechten. Maar het heeft sinds 1928 niets meer gewonnen. En dat gebeurde in een tijd, zoals de Sampdorianen zingen, dat je een kampioenschap behaalde in de tijd dat je nog een bonbon kon opzuigen.
Oftewel, je had er maar één wedstrijd voor nodig. Sampdoria is als een fusieclub opgericht in 1946 en een echte club van de wederopbouw. In de jaren 50 en 60 is de rivaliteit echt ontstaan. Genoa was toen een beetje snob en Sampdoria was de club van de industrie en de haven. Dat is allemaal verwaterd. Sampdoria groeide uit tot een hippe club en wordt al vier decennia liefkozend het meisje genoemd. Het had ook mooie voetballers als Luis Suarez, de oude Luis Suarez natuurlijk, Marcello Lippi, die we in Nederland vooral kennen als coach, maar een hele mooie voetballer was in de stijl van Ruud Krol. En natuurlijk de generatie van Vialli en Mancini. Sampdoria is echt een club om van te houden. De Doriani staan wat vrolijker in het leven en zorgen ervoor dat elke wedstrijd een feest is. Ze zijn in de meerderheid, in de binnenstad, in de buitenwijken en langs de kust. Genoani, ja, het zijn meestal bejaarden. Hoewel ik liever niet over hen oordeel, ze zijn fanatieker en hebben minder zelfspot en lijken minder gelukkig in het leven te staan. Logisch, want de mooiste liederen worden echt aan de overkant gezongen. Lettera de Amsterdam is gewoon het mooiste clublied in de hele wereld. En dat vinden niet de Sampdoriani, maar dat vinden juist alle tegenstanders die met Sampdoria te maken hebben gehad in de afgelopen decennia. Het clublied dat ooit ontstond op het Amsterdam-toernooi 7008. Het wordt ook vandaag weer luidkeels gezongen en geneuried in de winkels. Want die treffer van Muriel was historisch. Want Sampdoria won twee derbies in één seizoen. Erik Mertens stelde de vraag of Barcelona toevallig was vergeten het bedrag over te maken aan de scheidsrechter dit weekend. Ja, ik heb me voorgenomen om zo min mogelijk over Barcelona en de scheidsrechters te zeggen deze week. Ja, eigenlijk ben ik het ook wel een beetje. Ik heb drie dagen huilend in bed gelegen, dat weet je. Ja, en ik heb drie dagen liggen stoeien met Kees Kwakman op de app, want wij komen er niet uit. Maar ja, inderdaad, Barcelona verloor uit bij Deportivo en dat is altijd leuk, toch? Vond ik, zoals je weet heb ik, nou, net als jij trouwens, een zwak voor de Turken van La Coruña. Ja, inderdaad. Ja, dat was wel, weet je, Arda had een filmpje gemaakt op het officiële kanaal van Barcelona. Een beetje als vaderrol van, oh wat leuk dat Emre het zo goed een beetje onder mij vloog. Nou, Emre geeft wel de assist op de winnende 2-1, dat vond ik wel ontzettend lekker. Ik vond die laatste actie ook leuk uitgespeeld. Ja. Dat ze met z'n tweeën alleen op de keeper af gingen. Dat ging even mis. Maar voor de rest, ja, vorige week dan nog, ja, Pepe Mel, wonderdokter. Nou, ja. Vier wedstrijden, twee thuiswedstrijden tegen Atletico en tegen Barcelona, vier punten. Nou, prima toch? Ik vind het leuk. Hoop dat ze erin blijven. Ja, Ramos besliste weer eens een wedstrijd voor Real Madrid. En uiteraard, ja, Minder stelde een leuke vraag. Hoeveel zou hij er maken als hij een seizoentje doorbrengt in de spits? Het schijnt dat hij het ooit aan Ancelotti gevraagd heeft. En die zei van, wil je alsjeblieft weggaan hier uit mijn kantoor? Ik weet ook niet of Ancelotti nou de trainer is om zoiets aan voor te stellen. Ja. Of hij zo avontuurlijk is. Maar ja, hoeveel zou hij er maken? Kijk, wat maakt hij nu per jaar? Hij maakt er zeker 10 per jaar. Hij staat er nu op 10, joh. Hij staat nu al op 10. Volgens mij. Nou, laten we zeggen dat hij op 13, 14 uitkomt. Als het normaal doorgaat. En weet je, er zijn maar weinig spitsen die een heel seizoen alles met de kop doen. Hè? Het zijn natuurlijk wel allemaal kopstoten. Ja, maar hij kan ook wel wat met een bal aan de voet. Maar ja, kijk. Ja, misschien, weet kijk, je moet het bij Real Madrid niet van de voorzet hebben natuurlijk. Hè? Nee, absoluut niet. Met die twee solisten op de zijkant. Ja, dus. Nee. Hij zal er, laten we zeggen dat hij de 5 extra maakt. Dan komt hij toch gewoon aan de 18. Ja, dan ben je toch gewoon een hele degelijke spits. Dan kan je gewoon jaren mee in de Primera natuurlijk. Nee, dat is absoluut waar. Voor de rest, ja, gekke wedstrijd voor Navas. Wat hij in godsnaam in de eerste helft doet met die tegengoal. Hij heeft hem al. Dit was zeg maar Feyenoord PSV, maar dan nog twee stappen erger. Want hij wordt gepakt en hij trekt hem zo over de. Ja, een nieuwe trend in het voetbal, denk ik. Ja, uiteindelijk is hij de helft met een fantastische redding. Maar moest hij eraf, vond jij? Nee. Jij wel? Nee. Maar weet je, het is zo'n eeuwige strijd tussen die supporters van Real en Barça. En dat heb je in elk land, zeker in de Mediterrane landen. En ik begrijp weerskanten wel. Want ook Betis wordt hier in mijn optiek een beetje genaaid. Want als die keeper van Betis dit doet, ja, tuurlijk, die gozer blokken. Ja, het was de 23e minuut, kwam je goed mee weg. Uiteindelijk redt hij Barcelona. Of Real Madrid natuurlijk. Wat ik nog even wou zeggen over Ramos. Is, hij werd bij die goal werd hij gedekt door een jongen van 1,68. Ja, volgens Van der Gijp kun je daar niet eens voetballen. Ja, nee, dan zou je niet eens op het veld mogen staan. Maar kijk, ik snap, ze krijgen 2 minuten daarvoor krijgen ze rood. Dus misschien is de organisatie een beetje weg. Maar je hebt er toch altijd wel eentje die boven de 1,80 uitkomt. Die je even bij Ramos zet. Dat is toch de belangrijkste man die je moet dekken bij zo'n goal. Maar het is wel altijd een terugkerend ding. Als hij kopt, dan gaan we met z'n allen zitten te kijken van, kan die verdedigende partij, nou, zou je nou Ramos, maar is het niet gewoon de kwaliteit van Ramos?
Want hoe kan het nou dat niemand hem kan bedwingen? Is het wel een kwaliteit, maar je mag er wel iets tegen. Ja, Lot Tarte is wel met iemand van 1,60 daar gaan staan. Maar over de aangever op de corner, kregen we een vraag van James Worthy. Gewoon bekend. Jezus. Zeg. Maar zelf vindt hij dit ook leuk, ja, hè? Want okay, hij is een 12-caller, ja, dus natuurlijk. We doen het voor hem. Nee, maar, ja, bij James is Kroos de beste cornernemer? Het is wel een jongen die je op zich een corner kan laten trappen. Ja. Ja, toch? Ja, de beste vind ik altijd moeilijk om te zeggen, maar... Iemand die in de buurt komt van zijn level? Ik zeg Eriksen. Eriksen? Jouw vriend Çalhanoğlu. Ja. Maar kijk, het is ook wel lekker, want er zijn ook spelers die geven ook 20 goede corners per wedstrijd. Alleen, als je dan nooit iemand hebt die erin komt, dan sneeuwt dat toch onder. Ja, nee, en, dat is absoluut hij waar. Heeft er gelukkig wel een paar die dat kunnen afronden, zeg maar. Dat is zeker waar. Sociedad kreeg Bilbao op bezoek en nou ja, gelukkig was ik te laat voor de Toto, want dat had ik nooit goed voorspeld. Sociedad was richting de vierde plek aan het gaan. Ja. Bilbao was het een beetje aan het weggeven. En nu is het Sociedad kon ook de deur dichtgooien eigenlijk, ja. Naar Bilbao, voor Europees voetbal een beetje. Maar dat liep even anders, want Bilbao won de derby in Anoeta. Ja, ja, toch bijzonder. Degene wie hier het meest voordeel van had, dat was Atletico Madrid, want die staat nu lekker op de vierde plek. Met hun overwinning ja, ook weer bijzonder. Ja, over niet dekken gesproken. Ja. Griezmann bij de tweede paal. Dat je denkt van, laten we die Griezmann vrij laten, want die doet het niet zo goed. Die heeft toch altijd wel afgemaakt dit kalenderjaar. Ja. En ja, maar denk jij dat zij nog bij Sevilla in de buurt gaan komen? Gat is nu 6 punten. Sevilla verloren dit weekend. Of nee, gelijk gespeeld. Maar tegen Leganés thuis, dat voelt als verlies natuurlijk. Met een komen ze er nog bij? Ja, weet ik niet hoor. Want het Atletico ging ook. Het piept en kraakt aan alle kanten. En Real is voorlopig de lachende derde. Of de lachende titelkandidaat. Assist van de week vond ik bij Malaga Alaves. 1-2 voor Alaves. En het was de gelijkmaker van Malaga. Juan Carlos op aangeven van Charles. Moeten de mensen even opzoeken, want dat was... Jij bent goed met je naam vandaag. Ik ga helemaal lekker. Ja. Gee. Andries Jonker. Sensationeel. Voor president. Ja, inderdaad. Björn Tuin die vroeg ook of er een Jonker-effect is. Nou ja, dat kunnen we wel stellen, toch? Ja. Even op bezoek bij Leipzig. Kijk, we doen natuurlijk altijd een beetje lachen over Andries Jonker in Nederland. En, ik kan er ook niks aan doen hoor. Als ik op langs het veld sta, dan begin ik zelf al te lachen. Maar laten we wel wezen, de man doet het gewoon goed. En bij Leipzig winnen, dat is niet veel ploeg gegeven. Sterker nog, maar één dit seizoen. Dat was HSV. Ze hebben ze redelijk onder controle weten te houden, de wedstrijd. Ja, dus kijk, ik maak me ook totaal geen zorgen dat hij ze er niet in gaat houden. Nee. En natuurlijk, hè, vorige week, jij haalde het aan over dat hij Mario Gomez heeft letten. Dat heeft hij natuurlijk voortgezet. Natuurlijk, weer een weekje langer getraind. En Mario flikt het weer. Mooi goal. Ja, toen komt zijn gouden bal weer, zolang hij onder andere blijft spelen. Het is op zich wel, moet ik zeggen, prima ook als Wolfsburg er niet uitvliegt. Nee, tuurlijk. En Bassoer heeft natuurlijk, die baalde wel, moest er na een half uur af. Is wel weer in de basis, tweede keer achter elkaar. Ja, dus ik denk Koesteren speelde oké. Okay. Hij krijgt in ieder geval het vertrouwen, dat is goed. Denk jij dat HSV de dans weer gaat ontspringen, zoals dat zo mooi heet? Dat zal uiteindelijk... Het wordt natuurlijk nu een wedstrijdje om die 16e plaats. En dan mag je play-offs gaan spelen daardoor. Want ik denk dat de deur richting Ingol en Darmstadt is wel gesloten dit weekend. Ja. Dat gat is nu te groot geworden. En in het geval van Ingolstadt vond ik dat heel zielig voor ze. Want die waren echt een paar weken goed aan het voetballen en zo. En dat speel Keulen komt op bezoek, maar blijft 2-2. De eerste vind ik geen penalty. Modeste schiet hem uiteraard raken. Daarna een steekbal. Modeste is buitenspel. Ja. Uiteindelijk komen ze nog goed weg. Omdat de keeper van Keulen een foutje maakt. Wordt 2-2. Maar ja, die zijn wel aan alle kanten genaaid. En er is eigenlijk dan zo'n seizoen mee voorbij. Dan zit je een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Dat zit je zeker in de hoek. Maar ja, HSV speelde goed zelf dit weekend. Daardoor hebben ze natuurlijk dat gaatje kunnen creëren. Ze weten thuis hun punten weer een beetje te halen. Ja, ik vind die Bobby Wood, ik vind het een opmerkelijk aanvalletje. Ja, het was wel heel grappig hoe hij de winnende maakt. Want hij ligt op de grond te appelleren voor een penalty. Hij krijgt hem niet. Zijn collega voetbalt gewoon door, schopt hem voor, belandt voor zijn voeten. Hij staat snel op, blijft heel kalm en schiet hem hoog in het doel. Ja, ik vond het bijzonder, want die scheids die hadden we van de week eerder al gezien. Ja, zeker. Het was meneer Aytekin van die we in Barcelona ook zagen. Ja, we willen het er niet over hebben, maar in elk blokje komt het weer terug. Ja, het zit toch een beetje diep, denk ik. Het zit best wel diep. Ondertussen vraagt Jimmy zich denk ik wel terecht af wat er met Eintracht Frankfurt aan de hand is. Ja, maar daar verklapt Jimmy ook een beetje mee dat hij niet elke week kijkt. Of in ieder geval af en toe het Bundesliga-blokje overslaat. Want ik heb het natuurlijk een tijdje geleden aangekondigd dat na de Hosanna-tijd was het nu een beetje... Nu moest Kovac gaan bewijzen of je ook uit de hoek waar de klappen vallen uit kan komen. Ja, tot nu toe is dat matig. Het loopt niet. Ze hebben volgens mij één... basisspeler die echt zwaar geblesseerd is. Voor de rest, Alexander Maier geeft niet veel thuis. Ja, maar wel een moeilijk programma, hè? Zeker, zeker. Absoluut.
absoluut ook een onderdeel daarvan. Maar ja, dat is in de eerste seizoen zelf geen last van. Het waren gewoon overachievers. En nu gaan ze langzaam naar een plek waar ze horen. Hij heeft ze natuurlijk vanuit eigenlijk waar ze ten dode opgeschreven heeft hij ze uitgehaald. Dus hij heeft dat keurig gedaan. Het is alleen, hij moet nu wel zeg maar die plek gaan vinden waar ze thuis horen en weer een resultaatje gaan boeken. Want ja, zo is het voetbal. Dan vliegt zo meteen de lifesaver de laan uit. Ik kreeg nog een vraag van de jou misschien wel bekende Neil Petersen. Of, dat die jongen van UFC? Ja, die ja. Oh, die had ook van voetbal? Ja, precies. Lachen. Die vroeg zich af of Guido Burgstaller bij Schalke nu echt los is. Ja. Nou ja, Schalke was even los dit weekend. Die hebben natuurlijk een zware tijd achter de rug met Borussia Mönchengladbach, die ze maar blijft... Ja, die komen ze nog wel eens tegen. Die komen ze af en toe tegen. Maar hij begon, ja, het was natuurlijk een sensatie in de tweede Bundesliga. Waar hij van de 17 wedstrijden waar hij deel aan nam, 4 keer maar niet scoorde. En anders was het 1 of 2 keer raak. Dus ja, het is een beetje zo'n laatbloeiende doelpuntenmachine. Ja, maar ik moet zeggen, kijk, is hij nu eindelijk los? Wat ik ervan zie, en ik zie Schalke niet elke week helemaal spelen. Maar op mij maakt hij vanaf eigenlijk minuut 1 maakt hij een hele goede indruk. Ja, dat is ook zo. Creëert heel veel kansen, scoort volgens mij best regelmatig. Dus in mijn ogen is het helemaal terecht, hoe jammer ik het ook vind, dat Klaassen Huntelaar op de bank zit. Want zij spelen maar met 1 spits. Daar ben ik sowieso mee. Je kan toch niet om die Broekstallen heen op dit moment. Nee, maar dat had ook niet heel veel met hem te maken. Maar je hebt natuurlijk, voor Embolo ging het heel slecht. Toen werd hij geblesseerd, ging het heel lang heel goed. En toen hadden ze, afgelopen weken ging het heel slecht. En ja, daar was hij ook onderdeel van. Want hij heeft wel meteen zijn doelpunt gemaakt nadat hij overgekocht was. Ja. Dus ja, los, maar hij heeft wel hulp nodig nog steeds van zijn teamgenoten. En dan was er ook nog Hertha BSC tegen Dortmund, 2-1. En Frank Scholing vroeg zich af, Salomon Kalou, die speelde erg goed. Ja. Doet hij dat vaker? Dat doet hij zeker vaker. Ja, als hij wat doet, dan noemen we hem meestal Salomon Kalou. Zijn doelpuntbijdrage was natuurlijk, kwam volledig op het konto van Ibisevic. Maar gezien de hele wedstrijd, ja, het is gewoon een hele goede voetballer. Ja, ik dacht daar laatst nog aan, want dat was ik haast alweer vergeten. Het is dat Rita Verdonken tegenhield, hè? Anders had hij gewoon het Nederlands elftal gespeeld. Ja, inderdaad. Hadden we best kunnen gebruiken, denk ik. Ik vind het, we Chelsea... hebben echt jarenlang niet nodig gehad. En nu, ja, nee. Nee, we kunnen in ieder geval nu niet meer terug. Nee, dat is zo. Maar Kalou is van heel veel waarde bij Hertha Berlijn. Kunnen we stellen dat het FC Afkikken effect nog steeds een beetje leeft? Want jij bent laatst bij Spurs gaan kijken. En Warempel, Vincent Janssen maakt een veldgoal. Nou ja, dat maken wij onszelf hier altijd graag wijs. Maar laten we de credits aan hem geven. Ze speelden tegen Millwall. Een echte Londense derby die vrij gevoelig ligt daar. Vooral vanaf de kant van Millwall. Dat leverde bijzondere foto's op. Ja, nee, het is wel... Ik zag een agent van een paard afgetrokken worden. Ik zag een agent zelfs vastzitten aan een hek. Had iemand, die was erin geslaagd om hem met zijn handboeien. Ja, het is eigenlijk natuurlijk te gênant voor woorden, maar het levert wel mooie beelden op. Ik kan het wel altijd waarderen. Kijk, sommige supportersgroepen hebben een reputatie en dan ga je er een keer heen of er is een keer wat en dan valt het een beetje tegen. Ja. Millwall maakt wel altijd de reputatie waar. Ik kreeg dat gisteren ook gelijk erover van, jij vindt heerlijk geweld? Nee, helemaal niet, maar... het leverde wel bijzondere beelden. Het is weer eens wat anders, laten we het zo zeggen. Ja, zeker weten. Maar goed, Vincent Janssen. Ja. Ja, leuk dat hij scoorde. Zijn eerste veldgoal voor de Spurs. En het is verder een hele makkelijke dag voor ze. 6-0 tegen Millwall ook. Dus dat is niet raar. Maar het was, ik vond het ook mooi om te zien hoe alle spelers naar hem toe kwamen. Ik vond het hartstikke leuk voor hem. Zie je dat het hem duidelijk gegund wordt. En ook van onze kant natuurlijk de felicitaties. Zeker. Laten we hopen dat dit dat er nog veel mogen volgen. Ja, ik ga niks over een ketchupfles zeggen. Nee, ik ook niet. Arsenal kreeg Lincoln City op bezoek. Ja, altijd lastig. Nee, maar dat goed. Hadden ze het wel? Ja, maar met dat klassenverschil en dat geldverschil en het is gewoon, wat is het, tot de 40ste minuut 0-0 of zo? Ja, ik moet zeggen dat ik van de week vooral heb genoten van Arsenal Fan TV. Naar Bayern München. He's got to go, Robbie! Echt schitterend. Is een dinosaur. Ja. Maar... Ik heb mijn liefblad. Fam. Nee, maar ja, dat is... Het is eigenlijk, je hoopt dat Arsenal verliest, omdat dat Arsenal Fan TV zo leuk is. Ja, dat is zo, maar ik moet zeggen... Wat was er gebeurd als ze niet van Lincoln hadden gewonnen? Nee, ja, dat... Dat was kloot. Ja. Proper mental breakdown. Nee, maar kijk, normaal ben ik altijd... in de beker vind ik het altijd tof als kleine clubs zo ver mogelijk komen. Maar zoals nu, City is door naar de halve finale. Spurs is door, Arsenal is door en we krijgen nog Chelsea of United.
Luister, dat gaat wel echt een geweldige FA Cup finale. Ze nemen het allemaal een tikkeltje serieuzer, heb ik het idee. Ja, kijk, vroeger was het natuurlijk helemaal niet eens voor de B-gaan, maar voor de C. De FA Cup die staat natuurlijk wel hoog aangeschreven in tegenstelling tot die League Cup, waar bijvoorbeeld United voor de finale niet eens met zijn sterkste elf komt. Maar dit krijgt een heel mooi staartje dit seizoen. Ja. Dat vind ik leuk. En hetgene wat het dan, wat het in het geval van Wenger, want op zich denk ik ook wel dat hij die club moet verlossen van zichzelf. Alleen was er een interview met die trainers, dit is een duo, hè, die van Lincoln City. Ja. Hij heeft anderhalf uur na de wedstrijd nog met hun zitten praten en over voetbal. En dat soort, die twee gasten laten de dag van hun leven. En dat is wel ja, precies. Nee, maar echt... kijk, ik begrijp ook wel dat ze van hem af willen. Want ja, eerlijk is eerlijk, het gaat natuurlijk niet best bij Arsenal. En al jaren niet. Maar ik hoop wel dat hij door de voordeur weg mag. Dus als ik Arsenal zou zijn, zou ik van de zomer tegen hem zeggen van... joh, laten we dit als heren oplossen, weet je wel. En dan gooien we er een mooie persverklaring uit dat we het in onderling overleg doen. Ja. Gaat hij als de grote meneer Wenger de voordeur uit, toch nog op basis van het verleden. En komt Arsenal er ook netjes uit, toch? Als hij vertrekt, hoop ik dat hij de FA Cup wint. Maar hij is ook wel zo'n verbeterd mannetje dat als hij die FA Cup wint, dat hij denkt van kijk, kan het nog? Gaat hij nog een jaar door? Dat moeten we niet hebben. Drie jaar bij. Dat moeten we niet hebben. Wil Andreas Vos nog graag van ons weten? Welke Nederlanders zijn on fire in de lagere divisies van Engeland? Dus een beetje vanaf League One. Jeetje. Ja, ik moet zeggen dat ik dat allemaal niet echt volg. Ik zag wel dat Rajiv van La Parra bijvoorbeeld te winnen. Dat maakte ja, bij hele leuke goal. Brentford. Maar weet jij er meer van? Wie zou jij noemen? Wie nomineer jij? Ik ga dan voor Kevin van Veen. Kevin van Veen, Scunthorpe United. Is daar goed begonnen ooit. Tussenperiode bij Cambuur Leeuwarden gehad. En nu weer terug. En daar doet hij het hartstikke goed. Volgens mij heeft hij bijna 10 doelpunten en een stuk of 7 assist. Dus die telt. Dat is een grote meneer in Scunthorpe, Kevin van Veen. En... voor de rest, het zit allemaal meestal wel de championship, hoor. Daarna is het karig qua Nederlanders. Dus ik vond dat eigenlijk stiekem leuker dan Match of the Day. De Football League Show. Football League Show met vliegende tackles, wereldgoals. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Ja. Ik ben vrij goed met het vinden van dingen op internet. Maar de Football League Show die is naar de commerciële zender gegaan. Ik kan niet downloaden. Als iemand een linkie weet, @thefef, laat het me weten. Want ik mis de League Show. En dan gaan we met de sleepwagen van Engeland, de Turkije, Fef. Hoe was Begalla? Begalla, ja. Hetzelfde eigenlijk als vorige week. Jullie waren druk in de montage bezig en jullie vonden mij wat stil rondom de wedstrijd. En, tot de 95e minuut, wat toen wonnen ze? Toen kwam Erin Derdiok er even door met zijn kopstoot. En ze wonnen ze nip 3-2 bij Antalyaspor. Nadat ze 2-0 voor stonden, niks aan de hand. En deze week beginnen ze, zoals Ajax van de week, tegen Kopenhagen. Na een minuut stonden ze achter. Dan buigen ze om. Daarna wordt het de 68e minuut. En bijna niet te zien de hensbal. Maar hens, scheidsrechter geeft de penalty aan Genshe Billy. Jongen mist hem. Moesleren maakt een fantastische redding. Maar wordt wel een corner uit zijn reflex. Corner, penalty, weer hens. Maar daar is, ik heb nog nooit zoiets doms op een voetbalveld gezien. Tolga, die overgekomen is van Hertha, die gaat in de 16 zo naar de bal toe. Misschien moest hij taxi hebben of zo. Ja, ik heb het niet gezien. Ik kon het niet plaatsen. Hij staat zelf een beetje dom schaapachtig te kijken. Een andere jongen neemt hem 2-2. Bijna die wedstrijd verkloot, maar daar is in de laatste minuut. Sneijder viel nog even in, 20 minuten voor tijd. Maar Selçuk mocht... Moeten we dit in context zien? Dat hij niet in de basis stond? Nee, absoluut niet. Ach, gelukkig. Absoluut niet. Hij is herstellende van een blessure en hij wil gewoon zoals altijd heel graag bij Oranje zijn. En zijn trainer gaf hem nog 20 minuutjes om te laten zien dat hij fit is. Maar Selçuk was het dit keer de grote man met de vrije trap rand 16. Keeper kon er niet bij en 3-2 overwinning. En zo kunnen we nog stiekem een beetje dromen van plek 2. Feyenoord stond vrij snel, maar 2-0 achter. 2-0 achter, Wagnerlof en Junior Caceres. En daarna was het de Feyenoord Show. Feyenoord Show als in? Ja, dat kan meerdere betekenissen hebben. Dat snap ik. Nee. Totaal. Geen discutabele beslissingen, allemaal eerlijke doelpunten. En zeiden er opeens na een kutstart weer zin in. Maar speelden ze goed? 2-3. Ja, oké. Meer kan ik er niet van maken. Dick zal blij zijn. Kees Kwakman zeggen. Dick Advocaat zal blij zijn met de 3 punten. Want die kan wel even wat rust gebruiken. Besiktas misschien een klein beetje last van kampioenenstress. Ja, jij zei dat ze kampioen waren. Ja, thuis 2-2 tegen Kayseri. Maar ja, Kayseri is natuurlijk de ploeg daar kan je echt zien wat vertrouwen met zo'n ploeg doet. Die spelen swingend. Die Varela die ze hebben genomen voor Porto, die is fantastisch. Turic was weer heel belangrijk. Laat Andreas Beck een eigen doelpunt maken. En de beste zat het zwaar. Ze deden gewoon niet onder voor elkaar. Is Turic klaar voor een topclub? Zeker. Bij welke van de grote drie zou die het best passen?
Er is toen een gerucht geweest, hè, toen hij nog bij Go Ahead zat. Absoluut, ja. dat was Kallet Serai en dat klopt ook. Volgens mij heeft hij dat toen ook wel tegen ons gezegd. Alleen wilde hij dat niet. En dat vond ik een heel verstandige keuze. Het is een gevaarlijke keuze om de Turkse degradatiezone toe te treden. Maar uiteindelijk pakt het nu goed uit. En als ik heel eerlijk ben, op dit moment zou ik tegen hem zeggen Beşiktaş, omdat je daar zeg maar het beste begeleid wordt en de beste teamgenoot hebt. Ja. Okay. Maar uiteindelijk, Dennis, als je dit ziet, je moet gewoon naar Galatasaray. Dat is het beste. Ik kreeg een vraag van een gozer met een heel leuke naam. Jordi. Ja. Hij wil weten waar Steve McClellan volgend jaar trainer is, want hij is weer eens de laan uitgestuurd. Dat is ook wel eens lekker een Jordi met goede vragen. Nee, maar goed. Ja, Steve McClellan de laan uitgestuurd bij Derby County, wat denk ik exemplarisch is voor zowel Steve McClellan als Derby County. Ja. Want, kijk, Derby County zit echt in zo'n poeltje van grote namen in het championship en die heel graag die stap willen maken naar de Premier League, maar het gaat elke keer mis. Nu ook, staan 10 punten achter op een playoff plaats, dus ze gaan het weer niet halen. En dan gooien ze McClellan eruit voor de tweede keer in 2 jaar tijd. Maar ja, zo'n Steve McClellan, dat is toch zo'n trainer door zijn ervaring, door zijn naam. Kan die toch oneindig. Dus, er zijn altijd wel weer ploegen die hem gaan bellen, weet je wel. Ja. De Leeds, de Brightons. Snap je? Er is zo'n poeltje trainers. Neil Warnock is ook zo iemand. Die worden altijd wel weer gebeld door een club. Dus, toch verdomde ver gekomen die man met dit is voetbal. Misschien, it's Europe. misschien belt Derby over een jaar alweer, weet je. Daarover gesproken, ik weet niet meer, er kwam een tweet over voorbij, maar dat is echt bespottelijk en daar kunnen we misschien later een keer wat verder op ingaan. Birmingham City. Dat was helemaal Hosanna, niks aan de hand. Buitenlandse eigenaar, trapte de trainer eruit, komt Sola. Ja. Alles verloren sindsdien. Gingen van 6e plek naar 16e of zo, ja. Echt bespottelijk is dat. Maar ja, dat is wel op zich een probleem aan het worden, hoor. De oudste, oudste club van Londen, of de oudste club Leighton Orient, die heeft zo'n GoFundMe-page omdat die gered moeten worden. Die gaan voor het eerst in 120 jaar uit het betaalde voetbal flikkeren. Is een Italiaanse man die elke week een ander beleid voert. Het is best wel schering en inslag in Engelse divisies met gekke buitenlandse voorzitters. We waren vorig jaar bij Antwerpen toen het misging. En het is er nu wel gelukt. Ik heb me de laatste weken veel over gezegd. Want ik wil niet zeggen dat ik groot fan ben van die club. Maar het is een fantastische club met grote achterban. En ik heb heel lang gehoopt dat ze naar de eerste klas zou komen. En het is zover, hè? Ja, inderdaad. Wij weten natuurlijk heel veel van buitenlands voetbal. Ja. Maar als wij Guillaume ter beschikking hebben, dan laten we hem maar vertellen over de Belgische competitie. Voor dit weekend waren er al 4 teams die zeker waren. Anderlecht, Club Brugge, enige 2 teams die altijd al deelgenomen hebben aan play-off 1. Zottewaregem en KV Oostende. Daar waren nog 2 plaatsen dus vakant. En die plaatsen werden opgenomen door Charleroi, dat zich verzekerde na een gelijkspelletje tegen Lokeren, 0-0. Een ploeg die zeer behouden kan spelen, vaak in het slot van een wedstrijd toeslaat. En die relatief geruisloos, maar wel verdient dat ticket te pakken heeft. En AA Gent, dat het laatste ticket wist te bemachtigen, nadat het toch een redelijke inhaalrace heeft moeten inzetten. Ze speelden tegen KV Mechelen, 3-0 winst, op ervaring, op klasse. En dat Mechelen was voor hen een beetje de wedstrijd te veel. Zij stonden lang op plaats 5 of 6 in het klassement. Maar het aanvallende frisse voetbal dat ze onder Yannick Ferreira, die ontslagen was bij Standaar en bij KV Mechelen zich echt goed herpakt heeft, konden zij nu in de Gelamco Arena niet brengen. Gent was duidelijk dominant, ervaren, wist wat het moest doen, terwijl Mechelen niet haar spel kon spelen. Het is een ploeg die plots ook vaak op de grond begon te liggen. Bijvoorbeeld de eerste helft van de 45 minuten lag het spel 7 minuten en 42 seconden stil. Wat immens veel was. Zelfs Yannick Ferreira verbaasde zich van hoe vaak zijn spelers na de match op de grond lagen. Maar dus geen play-off 1 voor KV Mechelen. Zij zullen naar play-off 2 moeten gaan. Waar ze samen met nummers 7 tot 15 en nummer 2, 3 en 4 van tweede klasse zullen deelnemen in 2 poules. Waar de winnaars tegen elkaar spelen. Die winnaar speelt dan tegen nummer 4 van play-off 1 om uit te maken wie het laatste Europese ticket krijgt. Dus even goed nadenken. Een ploeg uit tweede klasse kan in de Belgische competitie een Europees ticket bemachtigen. Raar, maar waar. Ik zag van de week in de Europa League een heerlijk assistje van Jean-Paul Boétius. Natuurlijk, mijn naamgenoot. Absoluut, over de uitzending van de naamgenoten. Ja. Nee, hij speelde goed en toen was het de tweede keer dat hij bij Stuyvenberg in de basis mocht beginnen. Dit weekend hebben ze 0-4 gewonnen. En hij speelde weer in de basis en het gaat goed met hem. En een van onze kijkers, Lisandro, die wilde graag weten waar de toekomst ligt van Jean-Paul Boétius. Of hij graag in België wil blijven of dat hij nog wat bewijzen heeft bij Basel. We vroegen het hem zelf. Waar mijn toekomst ligt?
Nou, ik ben nu sowieso aan het fietsen. Aan het bijkomen van de rest van gisteren. Samen met een paar teamgenoten van me. Die natuurlijk wel hopen dat ik blijf. Hey, you hope that I stay? You want me to stay? Of course, if not, then I won't be here, man. So he has to stay. Nou ja, je hoort het. Ze hebben me hier graag. Ik heb het hier ook naar mijn zin, dat wel. En ja, we zullen zien waar de toekomst ligt. Ik heb sowieso een voorcontract getekend hier zo. En ze hebben de optie om die te lichten. En als die gelicht wordt, eigenlijk, nou, dan ben ik gewoon speler van Genk. En dat heb ik natuurlijk met voorbedachte raden gedaan. Ik denk dat ik hier zo mezelf weer op een bepaald niveau kan krijgen. En de mogelijkheid heb om ook de trekker mezelf weer te laten zien van mijn goede kant. En als die optie niet gelicht wordt, ja, dan ben ik nog steeds speler van Basel uiteindelijk. En dan zou ik dus terug moeten keren. Dus ja. We zullen zien waar het ligt, maar zoals ik al zei, ik heb het hier prima naar mijn zin. Dus ja, we zullen het zien. Dank u wel voor het kijken naar deze aflevering van FC Buitenland. Dat was het voor vandaag. En in deze tijden, een beetje lief voor elkaar. Kom goed.